Hier is de uitsetzing des tekstes op Nederlands. Hoe hebben Harris en Trump in het debat gescoord? Harris komt presidentieel over. Analyse van het Harris-Trump-debat: Analyse van het Harris-Trump-debat. Tijdens het recente debat tussen Kamala Harris en Donald Trump stonden politieke overtuigingen en persoonlijke aanvallen centraal. Beide kandidaten traden naar voren met de hoop hun supporters te mobiliseren en twijfelende kiezers aan te spreken. Harris, de huidige vice-president, heeft zich in de laatste debatten gepositioneerd als een sterkere en overtuigendere stem door haar standpunt duidelijk en nauwkeurig uiteen te zetten. Trump, bekend om zijn directe en vaak confronterende retoriek, probeerde herhaaldelijk Harris in de verdediging te dringen. Hij voerde zowel persoonlijke als politieke aanvallen op haar eerdere prestaties en haar politieke loopbaan. Tijdens het debat trokken experts parallellen tussen Harris' zelfverzekerde houding en Trumps emotioneel geladen stijl. Er werd benadrukt dat Harris in staat was om zich te concentreren op de onderwerpen die voor veel kiezers van belang zijn. Een beslissend moment in het debat was toen Harris de negatieve balans van Trump met betrekking tot de COVID-19-pandemie en de economische gevolgen ter sprake bracht. Ze gaf aan dat zijn beleid niet alleen gefaald had. Maar ook de VS in een moeilijke situatie had gebracht. Trump daarentegen counterde met de bewering dat de maatregelen van zijn regering zouden leiden tot een snellere economische herstel dan veel andere landen hadden meegemaakt. Deskundigen merkten op dat Trump probeerde om Harris als ongeïnformeerd neer te zetten, maar hem niet lukte om de kiezers van zijn standpunt te overtuigen. Het debat bood ook inzicht in de strategieën van beide kandidaten om hun respectievelijke aanhangers te mobiliseren. Harris vermijde persoonlijke aanvallen en concentreerde zich in plaats daarvan op de politieke verschillen, wat door velen werd gezien als een teken van haar geschiktheid voor het presidentschap. In de tussentijd stelde Trump een agressievere benadering voor die zijn achterban bekend is, maar deze keer leek het alsof deze stijl niet bij alle onbesliste kiezers in de smaak viel. Concluderend kan worden gesteld dat Harris in dit debat een duidelijke presidentiële waardigheid demonstreerde, terwijl Trump probeerde zijn agressieve stijl vol te houden, die hem in het verleden heeft ondersteund. Dit debat kan cruciaal zijn voor de verloop van de verkiezingen, aangezien het mogelijk het stembeeld van de kiezers heeft veranderd. De komende weken zullen laten zien hoe deze dynamiek de stemmen van de kiezers zal beïnvloeden. Auteur Anita Faken, woensdag 11 september 2024.